Goedenavond. Al maanden zijn de voorbereidingen bezig. van de komst van de Vuelta naar Breda en Den Bosch. Ja, dat de Ronde van Spanje volgend jaar twee keer voor Brabant kiest. als etappeplaats, dat was al bekend. Maar nu is ook duidelijk hoe die routes gaan lopen. Nou, de tweede etappe volgend jaar. die start in Den Bosch. Gaat dan via Heusden Altena naar Gelderland. en vervolgens naar Utrecht. De volgende dag dan starten de renners in Breda. Via Alve Kaam en baren Nassau gaat het peloton dan naar Geelzerijen. En vervolgens naar onder meer Oosterhout, Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, Rozendaal en Rukve. En dan weer terug naar Breda. En een van die plaatsen waar de etappe dus doorkomt is Wielerdorp Kaam, natuurlijk bekend van de Acht van Kaam. En daar is ook onze verslaggever, Desi Schokens. Ja, nou, Daisy, ze zijn daar wel wat gewend, hè, om toppers te ontvangen bij de Acht van Kaam. Maar ik kan me voorstellen dat ze dit toch ook wel te gek vinden. Ja, het dorp is natuurlijk in rep en roer. Want het is voor het eerst in de geschiedenis dat een grote wielerronde door het dorp komt gereden. De Acht van Kaam, het criterium hier, dat is het oudste criterium van Nederland. Maar nog nooit eerder kwam er een grote ronde naar het dorp. Dus ik kan me voorstellen dat ze hier hartstikke blij zijn. Theo van de Westlaken, jij bent van de organisatie van de Acht van Kaam. Wat was het eerste wat je dacht toen je hoorde dat de Vuelta hier doorheen kon? Ja, uiteraard zijn we zeer vereerd dat we in ons wielerdorp de Vuelta volgend jaar hier mogen verwelkomen komen. Het is, ja, daar gaat echt een, een feest worden. Ja, droom je al een beetje over die dag? Nou, wij, wij zijn wel gewend om hier iets te organiseren. We organiseren de acht voorgaven de taxische keer. We zijn gewend om kampioenschappen te organiseren. We hebben de afgelopen jaren nog het wereldkampioenschap voor militairen hier gehad. En dus nou, dat komt wel in orde. hoor. Gaat het een feestje worden? Dat gaat een feestje worden, zeker weten. Ja, ze hebben er hier dus al alle vertrouwen in. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, hè, er wordt dan wel gezegd van nee, die route, die wordt pas bekendgemaakt op deze dag. Maar Lisette Jong, wees eens eerlijk, wisten jullie het stiekem al niet een klein beetje? Nou, een heel klein beetje. Vorig jaar, of het afgelopen jaar, na de evaluatie... waar we ieder jaar hebben na de verreden acht met de gemeente... Toen, liet, toen we de rondvraag hadden, de burgemeester zich ontvallen... en dat was onder embargo van de Vuelta... komt hoogstwaarschijnlijk in 2020 door uh, de gemeente Alverkaam... en specifiek door Kaam dus ook. En um, zouden jullie bereid zijn, vanwege jullie expertise... Uh, op het gebied van het organisatie van zo'n wielercriterium, van een wielerevenement, om ons daarbij te helpen. En de burgemeester gaf toen ook aan dat hij dat heel fijn zou vinden. Dus jullie gaan volop van start, want die acht van Kraam die heeft connecties met de Tour, die heeft connecties met de Giro. Maar Mart Verhees, jij bent hier van het museum van de acht van Kraam. Wat is de connectie met de Vuelta? Nou, ik denk dat uh, die is heel groot. Uh, hier hangen heel veel uh, winnaars van de Achtverkaam, die ook etappes uh, gewonnen hebben in, uh, in de Vuelta. Wie is de recordhouder? De recordhouder, absolute recordhouder is Gerbe Karstes. Gerbe Karstes is uh, hier een, een Brabander inmiddels, die woont in uh, Rijen. Is van, geboren in Leiden, maar uh, hij woont hier bijna al heel zijn uh, leven. In uh, de gemeente Heelserijen. Dus. Ja, dus kortom, de Acht van Kamer en de Welten hebben wel wat met elkaar. Nu is het nog even wachten. Uh, ga jij slecht slapen tot volgend jaar? Nou, ik denk het niet hoor. Dat we daar slecht om slapen. Maar uh, we gaan eerst eens uh, ons eigen feestje weer organiseren. En dan uh, nader 2020 vanzelf en dan. Uh... Dan zullen we misschien wel eens een keertje achter zorgen krabben van hoe wat. Maar daar komen wij als organisatie wel uit. Die ervaring hebben we wel. Kortom, ze gaan hier vanaf vandaag hard aan de slag in Kaam. Want dan 23 augustus 2020 is het zover. Dan komt de Vuelta hier door Wielerdorp Kaam.